feliciteer de leiders van de A-combinatie. Ik feliciteer de leiders van de B-combinatie. Ik feliciteer het Surinaams volk met deze mijlpaal. Ik dank u wel. Ik dank u wel. Dank u wel. Het is niet elegant om over personen te praten. Maar ik mag aannemen dat in de Surinaamse samenleving en zelfs daarbuiten als bekend mag worden verondersteld dat de voorzitter van de megacombinatie, de heer Boutersen, een persoon is tegen wie toch wel wat bezwarende factoren zijn. Een proces is aan de gang, wordt zelfs een megaproces genoemd. Andere situaties die hem toch wel een bezwaard gevoel geven. En niet alleen dat, maar dat wij als president van de Republiek Suriname, van de natie, toch wel iemand moeten hebben. En dat is het standpunt van de VHP geweest bij de bespreking met de heer Boutersen. Iemand met een breed maatschappelijk draagvlak. En dan moet ik gelijk zeggen dat dit draagvlak natuurlijk ook een politieke oriëntatie moet hebben en kan hebben. Omdat tenslotte de politiek is die de president kiest. Wij zijn de mening toegedaan dat dit een factor is waarmee rekening moet worden gehouden. Overigens had ik dit punt reeds aan de orde gebracht op een gesprek met het overlegorgaan van de megacombinatie onder leiding van de heer Weidenbos. Dat het profiel van de president moet worden aangegeven, zodat wij dan in een positie zijn om daar een antwoord op te geven. Helaas hebben we dat resultaat niet kunnen bereiken op dat gesprek met het overlegorgaan toen. De dag daarop heb ik dit punt weer aan de orde gebracht bij een persoonlijk gesprek met de heer Boutersen zelf. En waarbij mij duidelijk werd gemaakt dat de positie van het presidentschap niet bespreekbaar is. Het niet bespreekbaar zijn van een functie, nota bene van de president, dat is niet niks. De vraag is, indien dit standpunt wordt ingenomen, dat dan reeds de preponderante positie en het karakter van de megacombinatie tot uitdrukking wordt gebracht. Indien het resultaat van een dialoog, in dit geval met de VHP, dan wel met het Nieuw Front, tot resultaat zou hebben dat het presidentschap naar de megacombinatie gaat, dan zou dat natuurlijk een totaal andere zaak zijn. Maar met de zo kordate en stellige stellingname van dat die positie niet bespreekbaar is, dat is een voorteken welke toch niet duidt op een periode welke wij als verlicht kunnen aanmerken. Ik moet zeggen dat dit standpunt van het onbespreekbaar zijn van de posities van president, waarbij ook nog werd aangegeven dat het de bedoeling is, is dat deze positie wordt ingevuld door de heer Boutersen zelf, was eigenlijk het moment om vast te stellen dat het moeilijker is om te participeren in een mogelijke regeringsformatie. Ik moet zeggen dat ik dit punt voor wat de VHP betreft heb voorgelegd aan de kandidaten die gekozen zijn voor de Nationale Assemblee recent. Unaniem waren de kandidaten van oordeel dat onder deze omstandigheden de VHP niet kan participeren. En vervolgens heb ik het hoofdbestuur ook bijeengeroepen, waarbij ook hetzelfde standpunt werd ingenomen. Maar wat ook gebeurd was bij dat overleg is met de heer Boutersen, de voorzitter van de megacombinatie, was dat we een politieke combinatie hebben waar de VHP deel van uitmaakt en dat die combinatie zich ook moet uitspreken. De heer Boutersen had in principe geen moeite met de mogelijke participatie van het Nieuw Front in een regeringscoalitie, maar moest ik dan dit standpunt ook presenteren in de vergadering van
de top van het Nieuw Front, wat ik gedaan heb. En ook daar werd het standpunt ingenomen dat indien de positie van het presidentschap niet bespreekbaar is, en ten tweede dat deze positie zal worden ingenomen door de heer Boutersen, dat het voor ons dan bezwaarlijk is om verder te participeren in deze beraadslaging. Dat we elkaar kunnen vertrouwen, we kunnen op elkaar rekenen.